is met die underhooks. Brandweerman Joey Berkenbos uit Almere mag Nederland vertegenwoordigen tijdens een groot internationaal sportevent voor politie en brandweermensen. En dan één kant. Ja, het gaat om de World Police and Fireman Games. En dat is, ja, dat is al best wel lang dat het bestaat. Het is een soort Olympische Spelen voor brandweer en politie. Het evenement is Berkenbos op zijn lijf geschreven. Hij is werkzaam voor brandweer Amsterdam-Amsteland en hij worstelt al vanaf zijn zesde levensjaar. Ik ga tot 97 kilo in de vrije stijl worstelen. En dan ga ik tot 100 kilo submission grappelen. Dat is, is een sport die eigenlijk pas de laatste 4 jaar volgens mij opgenomen is in het programma. En wat is dat precies, grappling? Grappling is zeg maar een soort Braziliaanse jutsu zonder pak. Dus het is worstelen met afklemmen eigenlijk. Nou kan ik niet verdedigen die kant op. Berkenbos doet in Los Angeles dus mee aan twee verschillende toernooien. Worstelen en grappling. Nou, het grappling is iets wat ik eigenlijk pas de laatste 3 jaar doe. En het worstelen dat doe ik natuurlijk al vanaf dat ik 6 ben. Dus dat, ik denk wel dat met worstelen het verste kan komen. Volgens de Almeerder zijn de deelnemers van hoog niveau. Hij rekent op flinke tegenstand van zijn buitenlandse collega's. Het zal zeker zwaar worden, want met name de Indiërs en de Russen die zijn erg sterk. Zeker op brandweer. Ik denk dat hun waarschijnlijk jongens die hoog worstelen daar al onderbrengen. In, zoals wij vroeger bij het leger. Dat jongens gewoon in dienst waren van het leger, maar wel gewoon volop kunnen trainen. Ik denk dat hun zoiets hebben daar met de brandweer. Dus ja, of met politie. Dus dat zal wel serieus tegenstand worden. De Almeerse brandweerman wil dus vlammen in Los Angeles. Ook omdat hij niet de eerste Berkenbos is die meedoet aan deze World Police and Fire Games. Die hand heb gecontroleerd, boom, full mount. Mijn vader die is een aantal jaar geleden in New York geweest. Die is toen tweede geworden. En in zijn leeftijdscategorie weliswaar. En een andere collega die was toen de eerste geworden. Dus ja, minimaal hetzelfde. Daar gaan we wel voor. Ja, je wil je vader in principe natuurlijk overtreffen, denk ik. Ja, hem overtreffen, maar die andere, de eerste plek, die wil ik sowieso winnen. Ja, we moeten wereldkampioen worden.